Zo willen we gewoon wat meer mode laten zien in de stad, want het zit allemaal een beetje verstopt. Dat is er wel, maar het is niet heel zichtbaar. En ja, wij willen daar verandering in brengen. De Haagse bluff is de laatste tijd een stille bedoeling. Veel winkels zijn er niet meer te vinden en veel panden blijven leeg. Toch liggen juist hier kansen voor jonge creatieven. Wij zijn Lesse Rouge, wij zijn Dorit en Marloes de Rode en wij zijn Zussen. Uh, wij ontwerpen mode en accessoires. We hebben eigenlijk de collectie helemaal zelf gemaakt. We maken elk uh, item zelf, wij tweeën. En uh, ja, daar gaat heel veel werk in zitten. Dus wij willen eigenlijk alles uh, voor de persoon op maat maken. Dus als iemand uh, als een klant een sjaal wil, dan gaan we het speciaal laten maken en zelf afwerken. Voor de zusjes werd het tijd voor meer zichtbaarheid voor hun label. We hebben vorig jaar best wel uh, grote dingen gedaan. We hebben meegedaan met de Mercedes-Benz Fashion Week in Amsterdam. En we hebben ons uh, label gepresenteerd in uh, Parijs op de beurs Premier Class. We zochten wel naar een plek waar we wat zichtbaarder waren in de stad. Uh, we zitten nu met ons atelier een beetje verstopt aan de rand van Den Haag. En uh, we hadden behoefte aan een etalage en... Ja, een plek in de stad waar we ons kunnen presenteren. En dat hebben we nu. We zijn sowieso zichtbaar en dat is onze grootste wens geweest. Met een raam met ons logo erop. En dat mensen binnen kunnen wandelen en nou echt zien wat we maken. Want in ons atelier stond alles in het magazijn of we waren ermee bezig. Maar dit is gewoon een heel andere beleving. Dus vanaf nu is de Haagse Bluff weer hip. We proberen natuurlijk wel wat meer mensen hierheen te krijgen. En we gaan leuke workshops geven boven. En we hebben een kapster erbij. Dus ja, we gaan zorgen dat het hier wat drukker gaat worden, sowieso.